Het is tijd om weer wat slimmer te worden en wel met Home Assistant. Zoals jullie misschien gemerkt hebben, is het al even geleden dat ik een video heb gepost. Nou, dat had een paar redenen. Eén, wat persoonlijke redenen. Twee, ik had Homey gekocht en geïnstalleerd. Daar dacht ik heel erg blij mee te zijn, maar ik vond het echt extreem tegenvallen. Ik kreeg MQTT niet aan de gang, oftewel al mijn Tasmota devices werkten niet. Ik kon op de community helemaal niks vinden en uiteindelijk ben ik met Home Assistant een beetje gaan pielen en toen kwam ik erachter dat ik er eigenlijk ook alles mee kon. Nou, daarnaast wilde ik eigenlijk mijn videomakerij veel te veel uppimpen en perfect maken, waardoor het veel te lang duurde om video's te maken. Nu denk ik dat ik in ieder geval genoeg gear heb om video's te kunnen blijven maken. En dus vanaf nu probeer ik gewoon weer met enige regelmaat video's te posten. Ik hoop dat dat ook gewaardeerd wordt en dat jullie dus blijven kijken, etc. Dus subscribe, ring, belletje, check. En here we go. In deze video laat ik zien hoe je Home Assistant installeert op je Raspberry Pi. In de volgende video laat ik zien hoe je MQTT aan de slag krijgt. Ik heb dus eerder laten zien hoe je Tasmota devices kan flashen, zoals ik in deze video uitleg. En hoe je Node-RED kan gebruiken om daar gebruik van te maken. Nou, Node-RED gaan we overzetten en we gaan die Tasmota devices weer aan de gang krijgen, zodat je weer lekker kan spelen, zoals bijvoorbeeld hier met dit device, waarin je dus deze toggle via je Home Assistant dashboard kan doen. Nou, we beginnen met Home Assistant installatie en dan als je naar de homepagina gaat, dan zie je hier meerdere manieren om hem te installeren. Als je een minicomputer hebt die Docker containers aan kan, zou ik dat doen. In mijn geval, mijn NAS is te oud, die doet dat niet, dus ga ik voor de Raspberry Pi variant. Nou, wat je zult zien is dat jij een Raspberry 4 wordt aangeraden, maar een 3 kan ook. Je moet een SD-kaart hebben, daarom liet ik dat ding zien. En vervolgens moet je de boel gaan flashen. Nou, ik begin met een backup te trekken van mijn SD-kaart. Dat doe ik door Win32 Disk Imager op te starten. Die heb ik in andere video's ook gebruikt. En dan selecteer ik ergens een directory. Oude Node-RED installatie. .img image open. Nou, dat is dus de naam van waar de file geschreven wordt. Dan doe je read en dan zie je hier die file al komen. Dan is die SD-kaart aan het uitlezen en aan het wegschrijven naar die image. En klaar. Dat is stap 1. Dus nu mocht ik terug willen naar mijn vorige installatie, om wat voor reden dan ook, dan kan ik die image altijd nog terugschrijven naar die SD-kaart. Het volgende wat belangrijk is mocht je nou met je huidige installatie al je best hebben gedaan met Node-RED, zoals mij, dan ga je naar je Node-RED en dan exporteer je je flows, want die wil je gaan herbruiken in Home Assistant. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar export en dan zeg je all flows. En dan download. Nou, maak die mooi faaltje. Die ga ik eens even verplaatsen hier naartoe. Hatsiflats. En als ik die ga bekijken. Oh, schitterend. Kijk, dan zie je dus een enorme bak met JSON data die precies dat beschrijft. Nou, dus belangrijk. Backup. Dan sluit je je huidige installatie af. En kunnen we aan de slag. Ondertussen gaan wij de SD-kaart klaarmaken. Ik heb zelf, zoals je hebt gezien, 2 SD-kaarten. Dus mijn installatie loopt nog, terwijl ik met de volgende apart al bezig ben. Dat is handig. Heb je maar 1 SD-kaartje, dan moet je dus eerst die backup doen voordat je nu gaat beginnen met flash. Nou, dat doe je door een image terug te schrijven naar die SD-kaart met Balena Etcher. Volgens mij heb ik die al in een andere tutorial laten zien. Nou, dat ding installeer je. Dan ga je naar flash van URL, want hier staat namelijk, en je moet even goed opletten, hier zitten meerdere tabjes verborgen op die webpagina. Dus je kiest het type Raspberry wat je hebt. In mijn geval heb ik een Raspberry 3
64 bits. Volgens mij is het bijna altijd 64 bits. Maar kijk even goed of je een 4 of een 3 hebt. Dat zie je op het bordje. Kun je gewoon lezen. Dan plak je dat URL hierin. Zo, plak. Ok. En wat je nu gaat doen is het target selecteren. Dan selecteer je je USB drive. Kijk even of die opslag klopt met de opslag van je kaartje. Zodat je zeker weet dat je niet per ongeluk je SD-kaart in je computer of weet ik het wat aan het doen bent. Nou, dus ik selecteer die drive. Vervolgens zeg ik flash. Klaar. Ja. Nou, komen weer allemaal pop-ups omdat hij weer het nieuws heeft. Schitterend. Allemaal afsluiten. We stoppen het kaartje in de Raspberry en we zetten de stroom erop. Nou, ondertussen, terwijl die aan het opstarten zijn, zie je hier allemaal hoe het moet en hoe het moest, bla bla bla. En dan staat hier in je browser, ga naar dit URL. Nou, dat doen we dan. Wat je ziet is dat hij nu aan het preppen is. Hij is eigenlijk die image aan het uitpakken. Dus in principe kun je nu koffie gaan drinken, wat ik ook ga doen. En als je terugkomt is het helemaal schitterend. Oh ja, hier staat dat je ook apps hebt. De Home Assistant app, die heb ik ook geïnstalleerd. Geniaal, want via die app kun je eigenlijk je dashboards helemaal bekijken. Je kunt dingen... En klaar is Clara. Jezus. Nou, natuurlijk niet helemaal, maar nu gaan we configureren. Dus we vullen even wat basisdingen in. Denis, dat is mijn naam. En dan username password. Dit is geen online username password, puur lokaal. En dan zeg ik create account. Dan wil hij weten waar ik woon. Dat hoeft allemaal niet heel precies, maar het gaat er eigenlijk vooral om dat hij de tijdzone goed heeft staan. Dus hij zegt Amsterdam. Currency, euro, en next. Dan, wat wil je terugdelen met Home Assistant Community? En dan zie je dat hij al wat dingen heeft gevonden in mijn netwerk. Nou, ik ga niet alles configureren in deze video, dat zou niet echt logisch zijn. Maar wat je al ziet is dat hij iets van Bluetooth heeft gevonden. Mijn Denon Heos systeem van speakers, die... Oh, dat is deze. Dit is mijn Denon versterker. Dan Philips Hue hub die ik heb staan. QNAP en Tonki, dat zijn mijn, dat is mijn NAS. Wat je vervolgens ziet is bij het overview zie je alles wat je al hebt toegevoegd. Maar in dit geval heb ik niks toegevoegd. Hoe je dat kan doen is hieronder bij settings heb je twee belangrijke dingen. Eén is devices en services, dat zijn je toegevoegde devices. En aan de andere kant heb je je add-ons, dat zijn je geïnstalleerde oplossingen, zeg maar. Nou, die hebben we nog niet. Bij add-ons kun je dingen installeren als databases, als Z-Wave. Je kunt het zo gek niet denken. Nou, gaan we terug naar devices en services. En daar zie je dus dat hij al van alles heeft gevonden. Maar omdat ik nog niks heb geconfigureerd... gaat hij die niet op het dashboard laten zien. Nou, ga ik toch even de Philips Hue laten zien om het effect te tonen. Dus hier zie je al mooi de configuratieknoppen. Ik zeg configure. Dan heb ik op mijn Philips Hue een knupske. Nou, die kan ik gewoon indrukken. En dan zeg ik submit. En dan zie je dus dat hij succesvol mijn lampjes al heeft gevonden. Ja, die Philips Hue, het is verrekkersduur, maar het werkt wel. Finish. En dan zie je dus dat die U-Bridge 6 devices heeft met een service en entiteiten, etc. Die devices, dat zijn mijn lampen. En het super gave is, als ik dus nu naar de overview ga, dan zie je dus ineens een heel overzicht. Dus je hebt hier de ruimte tuin met die lamp, met die de scènes. Dus die kan ik activeren en dan heb ik hier alle losse lampen. Je ziet dat de hele groep staat op dit moment al aan. En ik zou ze gewoon één voor één kunnen gaan aanzetten. Denk ik. Weet ik even niet. Nou, dit is dus een hele simpele installatie. De power gaat hem erin zitten. Doordat je bij die devices hier
allerlei devices door elkaar heen heb zitten. Dus zowel schakelaars als lampen, als dingen als Hue, maar ook mijn tv heb ik toegevoegd in mijn gewone installatie, etc. Je zult zien dat hoe meer je hebt toegevoegd, hoe meer je kan combineren. Dus dan kan je zeggen, op het moment dat deze sensor beweegt, kan ik mijn tv aanzetten. Of andersom, als mijn tv aangaat, gaan de lampen uit. Je kunt dus een stuk verder als alleen Node-RED integraties doen. Maar Node-RED integraties kunnen ook nog steeds voor als je complexere flows hebt. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie Home Assistant gaan installeren, want vanaf nu ga ik daarop verder borduren. Subscribe op mijn kanaal als je wil. Zou wel tof zijn. Druk op dat belletje, dan weet je wanneer ik een nieuwe video post. En tot de volgende keer. Later.